website-overheid gehackt. Jaarbeurs begint morgen. En informatiedag op Zinzendorf School. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten Jeugdjournaal. De website van de overheid, gov.sr, werkt nu al 2 dagen niet. Volgens de nieuwssite Star News is de website gehackt. Behalve de overheidssite zijn vandaag ook de website van de Surinaamse Bank, DSB, SMS597 en van de politieke partij NDP gehackt. Volgens het nieuwsmedium Star News noemen de hackers zich de internationale hackersgroep Anonymous. Zij willen graag een geldbedrag van $10,000. Dit bedrag moet betaald worden door de overheid, omdat zij stellen dat de overheid corrupt is. Wat er nu gebeurd is, zeg maar bij de gov.sr-site, is een soort, dus noemen we het een DDoS-aanval. Dat is eigenlijk een manier van meerdere aanvragen sturen op een computer. Als je een website gaat bereiken, dan vraagt jouw computer aan de computer waar de website op staat, van laat me het even zien, laat me de website zien. En dan normaal, dan krijg jij gov.sr te zien. Wat er nu gebeurd is, is zo'n attacker, zo'n aanvaller, inbreker, heeft een heleboel computers aan elkaar gekoppeld en die vragen allemaal tegelijk aan de gov.sr computer van laat me je website zien. En al die aanvragen kan hij niet aan en dan op een gegeven moment zegt hij nee, we doen de deur dicht. Want er komen, willen te veel mensen tegelijk binnenkomen en dan automatisch wordt de deur gesloten en is de website dan niet meer bereikbaar. Sinds de jaren 90 is de technologie flink aan het groeien. Steeds meer mensen gebruiken nu telefoons en computers. Hierdoor is de wereld steeds kleiner aan het worden. We kunnen elkaar makkelijker bereiken via de telefoon en computer. Zo wordt er ook heel veel persoonlijke informatie gedeeld. Dit maakt het voor sommige mensen dan ook spannend om achter deze informatie te komen. Veel jongeren proberen. Het is gewoon ook iets spannends. Hè? We kijken allemaal televisie, we zien het in die mooie series, CIA, dinges. En dus het is verleidelijk om te doen. Vaak noemen we die hackers script kiddies, noemen ze dat vaak, omdat het jongeren zijn die gewoon aan het proberen zijn. Voor de spanning is dat meestal. Maar echte hackers, vaak merk je die niet op. Die gaan ook echt ongemerkt aan het werk. Zullen je vaak ook niet weten. Als een bank echt gehackt is, dan zullen ze het ook niet toegeven. Wat er nu gebeurt is, ik denk meer toch jongeren die een beetje toch om aandacht vragen. Als jij jouw persoonlijke dingen in een dagboek schrijft, gebruik je een slotje. Doe je het op een computer, gebruik je een paswoord. Dat is een van de manieren om je gegevens te beschermen. Grote bedrijven en overheden moeten veel meer doen dan alleen een paswoord gebruiken. Vandaag de dag moeten we aan veiligheid denken. Dus bedrijven zullen ook ethical hackers, want je hebt ook hackers die gewoon ervoor betaald worden door bedrijven. En dat noem je dan een white hat hacker. En dan heb je een black hat, dat zijn die boze, zeg maar. We hebben dus ook die witte en die worden betaald door banken enzovoort om te testen van hey, is mijn site veilig? Zijn mijn servers, computers veilig? En die worden dus daar echt voor betaald. En daar zou meer aandacht aan gegeven moeten worden hier in Suriname. Want dat gebeurt niet, helaas. Want die mensen moeten wel betaald worden en ze zijn niet goedkoop. Want voor hun kennis moeten ze wel betaald worden. Ook jij zou jezelf heel goed moeten beschermen tegen een eventuele aanval. En denk niet, oh, dat kan mij niet gebeuren. Zorg er goed voor dat je jouw telefoon en computer altijd up-to-date is en je heel goed je paswoord bewaart. Het gevaar van hackers is dat zij vaak moeilijk te achterhalen zijn. We hopen gauw te weten wie achter deze cyberaanvallen zit. Hoe dan ook, zorg jij in ieder geval voor dat jij altijd beschermd blijft. Na 50 jaar weer sneeuw in Tokio. Surinaams water nog niet vertrokken. En jaarbeurs begint morgen. Het is nu tijd voor onze korte nieuwsblok. Een van de drukste perioden van het jaar breekt weer aan.
Morgen begint op het KKF de jaarbeurs, waar verschillende bedrijven aan meedoen. Het is de 19e keer dat deze beurs gehouden wordt en het duurt tot en met 1 december. Normaal schrijven ongeveer 160 bedrijven zich in voor de beurs, maar vanwege een economische situatie van ons land doen dit jaar veel minder mee. De testvaart van de Flextank Suriname naar Barbados is niet doorgegaan. Het bedrijf moet een vervroegde inspectie uitvoeren op de waterzak. Als de inspectie is afgerond, gaat de export van het zoetwater alsnog door. Dit kan een week duren. Amazon Resources wil 2 miljoen zoetwater naar het Caribisch gebied vervoeren. De transport van het zoetwater kan Suriname veel geld opleveren. Maar voordat het zover is, zal Suriname eerst een waterwet moeten invoeren. Meer dan 50 jaar lang heeft het niet gesneeuwd in Tokio tot vandaag. Een ongewoon koud front heeft het sneeuw veroorzaakt over de stad. Normaal is het tussen de 10 en de 17 graden in november. En met de sneeuw nu ligt de temperatuur veel lager. De sneeuw heeft onder andere vertraging veroorzaakt in het openbaar vervoer. En het is niet helemaal veilig. Het weercentrum waarschuwt voor gladde wegen, sneeuw op de elektrische draden en bomen. Ook kunnen de plastic kassen instorten door de sneeuw. Jaarlijks organiseren de meeste scholen een snoeppauze voor de viering van de Onafhankelijkheidsdag. De Graaf van Zinzendorf School heeft besloten het dit jaar anders te doen. Op Onafhankelijkheidsdag hoef je namelijk niet alleen feest te vieren. Bent u ooit aan de waterkant geweest? Nee. Ja. Hebt u gezien dat er een paar kleine jongens in de tijd een paar jaar geleden daar zaten? Die dingetjes met lichtjes verkochten. Je hebt een snoer met lichtjes. Niet alleen een land kan onafhankelijk zijn. Ook jij wordt ooit onafhankelijk. Leerlingen van deze school vieren Onafhankelijkheidsdag niet alleen met lekker eten en drinken. Zij hebben vandaag bezoek gehad van verschillende mensen. De politie, brandweer, het Nationaal Jeugdparlement, Stichting Lobby en ook andere organisaties waren vandaag op bezoek om de kinderen informatie te geven over alles waar zij iets uit kunnen leren. We hebben van Stichting Lobby informatie gehad over HIV, AIDS. Informatie gehad van de brandweer en van de fysiotherapeut. Bij de fysiotherapeut hebben we meer geleerd over die blokkeringen wat je in je rug hebt en schouders. En hoe je het kan verminderen. Ze kunnen je masseren. Afhankelijk betekent een beetje zelfstandigheid. Dus als ze deze informatie hebben, dan wordt het hun eigen. En later zijn ze zelfstandige vrouwen en mannen in de maatschappij. Ik wist niet dat bij de brandweer, dat ze zo lang moesten werken. Van 7 uur 's morgens tot de volgende ochtend 7 uur. Van PCS, ik dacht dat alleen zwervers daar mochten gaan. Maar ze hebben gezegd, ook als je misschien depressief bent of als je problemen thuis hebt, dan kan je naar daar gaan. Behalve klassikaal informatie opnemen, kregen de leerlingen ook een uitgebreide demonstratie van de brandweer. Het is ook goed dat we informatie krijgen van met andere mensen, dat we meer weten en meer leren. Goed, want ik ben meer te weten gekomen over de brandweerman en fysiotherapeut. Dus ik heb bijgeleerd wat bij de fysiotherapeut wat je kan doen en bij de brandweer. Is beter dan feestvieren, dan leer je veel meer. Ja, dat was anders revidentie vieren. De kinderen hebben heel veel geleerd over verschillende onderwerpen en dat is natuurlijk ook een mooie manier om Onafhankelijkheidsdag te vieren. Dat was het voor vanavond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!